Welkom bij Online Barneveld. In deze uitzending waren we bij Groenhorst Barneveld. We waren bij Grand Café Gulman en bij Voorthuizen Straalt. Maar we beginnen bij het Groenhorst in Barneveld. We waren bij de opening en het open dag. De directeur legt u uit waarom dit kenniscentrum zo bijzonder is in Nederland. En dat is het al jaren. Ja, het moment is dan aangekomen dat we eindelijk tot de officiële opening overgaan. En ja, ik zie dat heel veel mensen echt hier staan van wat zou er nou onder dat plastic zitten? Dat gaan we zo meteen vertellen. Maar ik wil eerst nog een paar vragen stellen aan Gert-Wim de Haas. En ik zou meneer Corneille willen verzoeken om op de bok plaats te nemen. Van het gebouw. Dus ik mag. Ik heb hem los, hè? Kijk, ja. Heel goed. Duwen. Duwen? Ja. Het Groenhorst Barneveld is officieel geopend. Gert-Wim de Haas, u bent directeur van wat ik eigenlijk noem het Groenhorst College, maar zo heet het niet meer. Het is Groenhorst Barneveld. Waarom die naamsverandering? Nou, die naamsverandering die hebben wij denk ik anderhalf jaar geleden doorgevoerd. Het Groenhorst College kent dus een tiental vestigingen. Elke vestiging heeft eigenlijk zo zijn eigen specifieke opleidingenkleur. Dus ze zijn vaak bekender vanwege de plaatsnaam dan vanwege de naam Groenhorst alleen. Dus om meer accent te geven aan het type opleidingen en de identiteit van de scholen,
is gekozen om de naamgeving wat nadrukkelijker in de naam van de organisatie te zetten. Vandaar dat we gekozen hebben voor Groenhorst Barneveld. Maar zo hebben we ook een Groenhorst Velp en een Groenhorst Ede, Groenhorst Almere. Maar vooral voor zeker voor Barneveld is het heel belangrijk geweest. Want we kennen ook de praktijkschool hier, PDC Plus, waar heel veel mensen op gezeten hebben. Maar in de volksmond, mensen in de sector dier, als je vraagt waar ze gezeten hebben, zeggen ze nooit Groenhorst op PDC, maar zeggen altijd ik heb in Barneveld gezeten. Ja. Dus dat is voor ons nogmaals een onderstreping van het belang van het uitdragen van de plaatsnaam in deze. En het is nu heel uniek, want er is een campus geopend maandag. Ja. Kunt u in een paar woorden vertellen waarom Groenhorst zo bijzonder is? Nou, het is een hele bijzondere school. Eigenlijk mag ik het woord school niet zeggen, want het eigenlijk is een soort kennis- en praktijkinstituut. Er wordt hier heel erg veel aan kennis- en praktijkleren gedaan. Getuigen ook de vele voorzieningen die we hebben om het praktijkleren aan te leren. We hebben 4-5 hectare grond waarop heel veel activiteiten plaatsvinden. Zowel voor de recreatiedieren, de honden en katten, de koudbloedigen, de vogels. Maar we hebben ook opleidingen voor de productiedieren, dus melkveehouderijopleidingen. Intensief, varkens, pluimvee. En een feit is dat we uniek zijn in Nederland als het gaat om ons opleidingenaanbod. De manier waarop we dat vormgeven. En wat we ook zien is dat meer dan de helft, wel tussen de 55% en 60% van onze leerlingen, die komt uit een straal van meer dan 70 kilometer hier vandaan. Dus we zien ook dat honderden leerlingen zitten hier in de regio op kamers of zijn in de kost. We hebben zelf ongeveer een kleine 40 studenten op ons terrein gehuisvest. Maar er is enorme behoefte aan meer huisvesting hier. Dus vandaar dat er een aanvraag ligt bij de gemeente om het bestemmingsplan te wijzigen. Zodat we dus op ons terrein aan het eind, niet altijd dicht op het schoolgebouw zeg maar. Om daar studentenwoningen te bouwen. En dan verschijnen er hopelijk als het goed is eind volgend jaar een 206 wooneenheden voor onze eigen studenten. En zo ontstaat er dus echt een campus waarin je kunt wonen, leren, leven, recreëren en van alles te doen is. En dat is fantastisch. En dat is echt uniek. Hoe lang bestaat de Groenhorst hier in Barneveld? Groenhorst bestaat op zich vanaf 1951. In 1951 zijn er voor het eerst lessen gegeven. Niet in Barneveld, maar dat is ontstaan in Putten. En begin jaren 80 is de school verhuisd naar Barneveld. En is daar ook de opleiding dierverzorging verder ontwikkeld. Want het was oorspronkelijk alleen natuurlijk de veehouderijopleiding. Maar het is nu wel heel groot geworden in jaren tijd, hè? Het is voor een opleiding in de groene sector is het een hele grote opleiding. We kunnen het niet vergelijken met een regionaal opleidingscentrum als een ROC A12 of een ROC midden in Nederland. De opleidingen in de groene sector zijn over het algemeen altijd wat kleiner, kennen minder leerlingenaantallen. Maar relatief zijn we wel de grootste in het land, ja. Hij wil even hallo zeggen, hè? Ja, hallo. Ja, hij vraagt om aandacht. Ja, maar hoeveel leerlingen zitten er nu op school? Nu dat dit geopend is, zijn er nu meer? Meer plaatsen? Nou, dat zal nu moeten gaan blijken. Op dit moment zitten er bijna 1600 leerlingen in de dagopleiding. En daarnaast kennen we nog ons cursuscentrum. Dus dat zijn voor particulieren en bedrijven die hier een opleiding komen volgen. Een cursus, een korte cursus of een langdurende cursus. Dat zijn ongeveer 1500-1600 op jaarbasis ook. Als we kijken naar de aanmeldingen nu, die lopen heel erg hard. We lopen heel erg veel voor op voorgaande jaren. Ja, hoe dat de komende 6-8 weken zich gaat ontwikkelen, dat moeten we even afwachten. Want dat betekent dus dat we ja, of er een stop op moeten zetten. Als we het kunnen herbergen, lokaliteiten. En je moet ook kwalitatief docenten hebben. Hè? Zowel voor algemene vakken als ook voor de praktijkvakken. Maar het belangrijkste is, de student die hier komt, die moet niet alleen een goede opleiding krijgen, maar die moet ook een goede stageplaats zien te vinden. En die moet ook een goede kans maken om op de arbeidsmarkt een goede plek te vinden. En dat is onze grootste zorg. Tot dusver gaat het ontzettend goed. Mensen die in Barneveld een opleiding hebben gedaan, hebben eigenlijk altijd een streepje voor als ze solliciteren. Wat blijkt uit rapporten die we jaarlijks krijgen en dat al jarenlang achter elkaar, is dat na 6 maanden, er wordt onderzoek gedaan naar gediplomeerden, dan blijkt dat slechts 3% van de gediplomeerden nog niets aan het doen is. Of zijn werkloos of niet bekend. Maar die andere 97% of 96%, dat schommelt een beetje, die zijn of aan het werk of ze studeren door.
Dat is heel veel. Dat is echt een heel bijzonder getal. En wat ook uniek is, wat bijzonder is, is dat leerlingen die een baan vinden, vindt dat bij 58% in de gevallen bij een stageplek waar ze ooit zijn geweest. En dan zijn ze blijven hangen. Of ze komen daar weer terug omdat ze goed bevallen zijn. En dat is natuurlijk geweldig. En voor Barneveld is het natuurlijk ook leuk als al die studenten hier blijven. Hè? Voor de winkels, voor de horeca. Nou ja, dat is natuurlijk altijd een positief bijeffect. Hè? Meer leerlingen betekent meer klandizie. En zeker ook als we studentenhuisvesting hebben. Die jongens en meisjes moeten elke dag naar Albert Heijn of naar een andere supermarkt. Moeten hun boodschappen doen. En gaan naar de Habit of de Griepers of de Babbel. Ja, zo heeft de hele middenstand, het MKB heeft daar altijd baat bij. Hè? Want dat is logisch. Hoe is de discipline hier op school? Ik heb het geluk gehad, nog steeds, dat ik op meerdere scholen heb mogen werken. Ook op ROC's, in het westen van het land, in het oosten en in het Noord-Holland. Als je dat wil vergelijken, dan is hier een paradijs. Er gebeurt wel eens een keer wat, maar dat zijn echt incidenten. Omdat over het algemeen de leerlingen natuurlijk vrij gemotiveerd zijn. Hè? Ze komen vaak van ver of gaan hier in de korst. Dus ze willen echt hier komen. Dus als ze in Groningen wonen, dan kunnen ze ook naar een collega AOC om de hoek. Nee, ze gaan 2 uur in het openbaar vervoer zitten om hier te komen. En dan gaan ze natuurlijk hier niet de boel lopen verzieken. Dus de mentaliteit en de sfeer is vind ik echt heel erg bijzonder. En dat vinden leerlingen zelf ook. Hè, want uit diezelfde rapportages wordt ook gevraagd van, nou, stel dat je de keuze opnieuw zou mogen maken. Nou, dan kiest ongeveer 80% weer voor dezelfde opleiding. Maar wat interessanter is dat 90%... die kiest weer voor Barneveld. Waarom? Omdat ze A, gewoon een hele leuke school vinden. En dat leuk wordt bepaald door de sfeer en door de contacten met elkaar. En vooral de contacten met de docenten, de medewerkers. Maar ook vanwege de aanwezige kennis bij de docenten, het vakmanschap, de trainers. We hebben 25 dierenartsen in dienst. En de praktijkvoorzieningen. Dat hele palet, dat maakt het gewoon interessant en leuk. Dus dat moeten we vooral zo houden. We hebben weer een heleboel informatie gekregen van u en ik wil u heel veel succes wensen in de nabije toekomst met deze school. Dank u wel. En dat heb ik van de week ook maandag bij de officiële opening ook mijn personeel toegewenst. Want we hebben met elkaar heel erg hard gewerkt om er een fantastisch iets van te maken. Het idee was, het moet een beleving zijn om hier te werken en te leren. Overal waar je zit, of op kantoor, of in een leslokaal, of in het restaurant. Je moet altijd levende haven zien, je moet altijd dieren zien, want daar komen ze voor. En ik heb ons met ons allen heel veel succes gewenst de komende jaren. En dat we er best trots op mogen zijn. Dank u wel. Tessa, jij studeert hier op het Groenhorst Barneveld. Ja. In wat voor jaar zit je? Ik zit in het derde jaar. Waar studeer je voor? Paraveterinair. Kom je hier uit de buurt? Nee, totaal niet eigenlijk. Ik kom uit de provincie Utrecht. Waarom voor deze school gekozen? Omdat ik van heel veel mensen heb gehoord dat het toch beter is om voor deze school te kiezen. Omdat je als student eerder toegang krijgt tot stage. Als je op het Groenhorst hebt gezeten, dan op het Welland. Je zit nu het derde jaar, zeg je. Wat zijn je ervaringen met het Groenhorst? Ja, aardig goed. Er wordt goed met je omgegaan. Je wordt goed naar je gekeken of je het aan kan, ja of nee. Dus het zijn aardig goed, ja. Wat vind je van de discipline? Ook goed. Ja. Je staat hier nu vandaag met de open dag voor voedselbank voor dieren. Wat houdt het in? Dat is een voedselbank voor de mensen die het financieel moeilijk hebben gekregen voor tijdens dat ze die het gewoon financieel moeilijk hebben gekregen.
in de crisistijd, die al een huisdier hebben. En daar komt de voedselbank bij in om hun wat voer te geven, zodat ze alsnog hun dier kunnen houden zonder naar het asiel te sturen. Wat ga je daarvoor doen? Wij gaan daarvoor fietsen. We gaan van Groningen naar Vaals fietsen in slechts 4 dagen tijd. En dat doen we slechts om normaal fietsen. Met hoeveel personen? Met vijf. En hoeveel kun je daarvoor ophalen dan? We hopen heel veel, maar we houden niet echt een bedrag in hoofd. Nog. Wanneer gaat dat gebeuren? 28 juli vertrekken we vanuit Groningen. En we hopen ongeveer 2 augustus weer terug te zijn. En waar komt dat dan terecht? Bij welke voedselbank? In wat voor regio? Dat komt uit de Stichting Dierenvoedselbank in Lelystad. Komt dat terecht. En hun zorgen weer dat het bij de anderen terechtkomt. Grandcafé Gulman is geopend. In deze tijd een eigen bedrijf beginnen valt niet mee. Toch zetten ze deze stap. En ze vertellen u graag waar al hun heerlijke gerechten vandaan komen. Ja, dankjewel. Leuk jullie te zijn. Goedenavond. Hartelijk gefeliciteerd. Hallo, goedendag. Nieuws, hè? Ja. Dank. Oké, wat leuk. Leuk, dank u wel. Michael en Petra, jullie hebben een nieuwe zaak geopend. Wat is het voor zaak? Het is een krankcafé. En we gaan vooral heel lekker met streekproducten koken. We gaan vooral service stukje heel hoog doen. Maar wel voor een goede concurrerende prijs. Dus, ja. Nou heb jij al heel veel ervaring opgedaan bij de Bunkman in Voorthuizen. Nou ja, hoe durf je dat nog aan in deze tijd eigenlijk om iets voor jullie zelf te beginnen? Nou ja, van jezelf uitgaan en kijken waar er iets waar je erin kan springen op de markt. En vooral door het niet echt biologisch, maar verantwoord te koken met de juiste producten. Dat, en het, ja, wat ze zegt met streekproducten, dat wij denken dat daar een goede markt voor is. En wat werk je zelf, hoe doe je hier zelf mee? Ik werk echt voor en Michael in de keuken. Dus ja, dus ik ben echt een gastvrouw, zeg maar. Ja. Dat wil je echt zo houden, dat jij wel de topkok in de keuken blijft? Ja, natuurlijk. De keuken blijft mijn kantje en de bediening is haar kantje. En samen gaan we dat bestieren en maken we er het moois van. Ik hoop zeker dat dat gaat lukken, ja. Natuurlijk. Maar je zei net ook in streekproducten, hè? Wat hebben jullie bijvoorbeeld op de kaart? Wat hebben we op de kaart? Ja, diversiteit en mooie producten. Bijvoorbeeld, hè, we hebben daar een hele mooie vleeskast hangen met, waar dry-aged vlees in zit. Nou, deze runderen die komen bijvoorbeeld van de Weidemeren. Dat is omgeving van Loosdrecht, grazen die. En ja, dat is gewoon topvlees. Dat is echt super. En daar kaas hebben we bijvoorbeeld van de kaasboerderij uit Achterveld. Of Vanelli, die daar een schitterende kaaskelder onder hebben. En ja, het zijn gewoon topproducten, pure producten. Waarom hebben jullie daar speciaal voor gekozen? Is daar veel vraag naar? Ja, eten met een verhaal. Waar iets achter zit en niet zomaar luk raken uit Paraguay, ossehaas of volgespoten kippen bestellen. Nee, gewoon mooie producten. Ja. Eerlijkheid. En dat je ook kan vertellen van nou, dit en dat komt daar vandaan. Ja, het traject uit kunnen leggen aan de gasten. Dat willen de gasten. Maar het is ook een Grand Café, hè? Ja. Dus mensen kunnen hier ook gezellig even lekker gewoon aan de bar komen. Zeker, zeker. En we willen ook dus met die hapjes die je bijvoorbeeld bij een koffie of bij een lekker glas bier, wijn, juist ook weer uitpakken. Dat het allemaal net iets anders. Kijk, die bitterballen kan je overal halen. En die kan je hier ook halen. Maar we willen juist net even ietsjes anders. Anders dan anderen, maar gewoon wel voor die concurrerende prijs. En dat is gewoon heel leuk. En dat kan echt. Alleen, je moet even iets meer verdiepen. Ja. Ik wil jullie heel veel succes wensen. En hopen dat het echt wat gaat worden. Dankjewel. Wat doe jij hier? Afwassen. En wil je hier gaan werken? Ja. Dat vind ik wel leuk, ja. En wil je net, net als je vader het vak in? Ja, dat vind ik ook wel leuk, ja. Waarom heb je daarvoor gekozen?
Nou, ik heb een paar keer bij mijn vader gewerkt en dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. Dus ik dacht, dat ga ik ook doen. Maar het is wel heel zwaar allemaal, hè? Late uurtjes. Ja, maar dat hoort erbij. Ja. Hoe lang moet je nog naar school nu? Nou, nog 2 jaar en dan naar een andere school. Maar ja, dat weet ik ook nog niet helemaal precies allemaal. Maar je gaat hier beginnen in de spoelkeuken? Ja. En dan ga je zo langzamerhand hoger op hier? Dat die mogelijkheid is hier? Dat denk ik wel. Dat zou ik ook wel leuk vinden. Dat als ik hier ook een keer ga koken of zo. Ja. Je hebt echt wel talent voor om in de voetsporen van je vader te treden. Oh, dat vind ik wel leuk, ja. Nou, dan wensen wij jullie heel veel succes, hè, bij dit nieuwe bedrijf. En doe je best. Nou, bedankt. Voorthuizen straalt was voor het eerst dit jaar. Door het mooie weer was het ook een stralende dag met een bijzondere wagen. Een Pipowagen. Die werd onthuld tijdens deze zo'n mooie dag. Wij lopen hier net langs. Jullie zijn van plaatselijk belang Voorthuizen, maar er staat een heleboel geld op die cheque. Hoe komt dat zo? We hebben het ontvangen van het Rabofonds voor de hanging baskets in het dorp. Het wordt meer groen. En wat is het gepromoot, zeg maar? Hoe hebben jullie dit binnengekregen? We hebben een aanvraag ingediend met de OVV. En die is goedgekeurd. En we krijgen dus nu het bedrag voor de hanging baskets. En de aankleding doet plaatselijk belang plus de OVV. Ondernemersvereniging. Nou, ik vind het een hartstikke mooi initiatief. Ja. En wanneer gaat dat gebeuren? Ik denk zo spoedig mogelijk. En wij zijn er natuurlijk ontzettend blij mee. Want wij zijn al jaren bezig om meer groen in het dorp te krijgen. En dit is toch de eerste aanzet. En wij zijn het Rabofonds daar zeer dankbaar voor dat we dit bedrag in ieder geval gekregen hebben. En wellicht heeft dit een vervolg. Hartstikke leuk. Succes verder. Dankjewel. Maar die pasjes die zijn veel dikker dan dat papier, want mevrouw die zei dat het is. Ik moet het dweilorkest even doen. Is er wel zon? Dus ik hoop jullie wel te zien zo, maar het is even wat regen. Hello!
En de bedrijven die dat hebben mogelijk gemaakt, dat ga ik expres niet zeggen. Kijkt u er eens naar wie dat hebben mogelijk gemaakt. Natuurlijk ook de gemeente Barneveld. Dank in de persoon van wethouder Van der Hengel, aan wie ik graag nu het woord wil geven. Meneer Van der Hengel. Hey, ja, ja. Maar als ik een kern in mijn hart gesloten heb, dames en heren, dan is het zeker ook Voorthuizen, want dat is één van de mooiste plaatsen. Juist, juist, juist. Zo is dat. Hij wil hier gaan wonen. Als het onthuld werd in het begin, dacht ik dat de mensen die hem ontwikkeld hadden, daar meer moeite mee hadden dan deze wethouder. Dus ik ga hem met veel plezier ophangen. Mooi zo. Zo. Hij heeft een groot geheim. Heel groot geheim. Heel groot geheim. Kom maar een keer, film of online Barneveld. Dan zal ik het vertellen. Ja? Wilco de Jong, de bekende Pipowagen, waar lang op gewacht is. Ja. Wie gaat dit allemaal runnen? Hoe gaat dit allemaal in zijn werk? Vertel er eens wat over. Dit wordt gecoördineerd vanuit de nieuwe organisatie Regio Marketing Gelderland. En dat is sinds kort een samenwerking, een fusie moet ik eigenlijk zeggen, tussen het voormalige Felix Bureau voor Toerisme en Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem-Nijmegen. En dat opereert vandaag de dag onder de naam Regio Marketing Gelderland. En van daaruit wordt gecoördineerd wie deze prachtige Pipowagen gaat bemensen. De bedoeling is dat deze wagen een 4 tot 6 maanden in ieder geval in Voorthuizen gaat staan. Maar het aardige is dat deze Pipowagen met actuele toeristische informatie ook bij grote Gelderse evenementen ingezet gaat worden. En daarmee dus ook weer een promotie elders voor het stralende Voorthuizen. Ja. Dat komt van het aanjaagteam Barneveld, geloof ik, hè? Voorzitter Kees Hogeveen, die liep er al langer mee met dat idee. En een aantal bedrijven hebben dat omarmd. En nou, dan ga ik terug naar najaar 2013. En echt nog wel eerder dat het idee ontstond. En gaandeweg de rit zijn we echt tot actie overgegaan. Toen zijn we ook gekeken, wat is nou een wagen die van toepassing is? Toen kwamen we hierop uit. Want misschien mag ik dat nog even vertellen. Pipowagen doet wel denken aan het verleden. En als je de buitenkant dat ziet, denk je, oh, wat is dat? Maar kijk maar hier om je heen. Het is natuurlijk hartstikke modern met flatscreens, waarbij actuele toeristische informatie wordt aangeboden. En grappig is, ondanks het online tijdperk, dat we ook nog steeds met brochures werken. En dat is niet omdat wij dat direct willen, maar de consument, de toerist, vraagt daarom. Vandaar ook nog steeds brochures. Het is natuurlijk een heel nieuw project. Wat verwacht je ervan? We zijn absoluut hoopvol. Sterker nog, wij worden ook gebeld door evenementenorganisatoren in Gelderland. Die zeggen, mogen wij voor een aantal dagen deze toeristische Pipowagen hebben staan. Dus zeer positief gestemd. Ik hoop dat het echt succesvol gaat verlopen. En dankjewel voor je medewerking. Graag gedaan, Jeanette. Erik, wij waren pas bij je. Toen heb je verteld over Voorthuizen straalt. Ja. De dag is aangebroken. Die is al grotendeels voorbij. Geef even een kleine reactie. Nou, helemaal geweldig. Alles is goed verlopen, mooi weer. Daar hadden we op gehoopt. Dat is ook gelukt. Nou, druk in het dorp, extra veel mensen. Dat was de bedoeling. Dus een geslaagde dag. Volgend jaar gaan we verder. Tot tweede, derde zaterdag in april is Voorthuizenstraat. 2015 ook weer. Ja? Dus voor herhaling vatbaar, Erik. Ga gewoon door. Ja? Wat een mooie!